super leuk dat je hier bent. En vandaag heb ik voor jullie de allereerste Sakintos vlog. Elke week toch komt er een nieuwe Sakintos vlog online deze week. En ja jongens, dit was zo'n leuke vakantie. Be ready voor heel veel leuke vlogs. Zoals je ziet is ook de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus vergeet me ook zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 4:00 s'nachts. En het is maandag. Het is niet maandag, het is woensdagochtend. En Stan en ik gaan zo meteen naar Sakintos. Oh my god. Ik heb er zoveel zin in. Ik zie er echt niet uit. We hebben echt maar 4 uur slapen. Maar ik ga heel even wat gezichtsverzorging opdoen. En wat mascara. En dan gaan we naar Schiphol. Wij wonen heel dicht bij Schiphol. Echt een kwartiertje of zo. Dus dat is super chill. Mijn vader die brengt ons even. En dan gaat de vakantie beginnen. Oh my god, jongens. Ik wilde nog een Pack With Me video maken, maar ik heb zoveel stress gehad. En daardoor heb ik heel snel mijn koffer moeten inpakken. Dat ik echt vet veel shit nog moest regelen. Voor samenwerkingen en video's. En ik moest nog een vakantie maken. Dus het was helemaal stress. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik ga nog 2 keer op vakantie, dus... Dan ga ik dan wel een video maken. Dat is wel leuk. Oké. Ik zal even laten zien wat mijn outfit is voor in het vliegtuig. Alleen ben ik er nog niet helemaal over uit of dit de echte outfit wordt. Ik had namelijk gisteren een lounge video opgenomen. Ik had daarbij deze leuke trui. En ik wilde die echt aan met dit topje en deze broek. Gewoon een sportlegging, maar dit is echt veel te koud. Voor het vliegtuig, echt jammer. Ik had me hier echt helemaal verheugd en ingesteld. Dus vind ik het heel kut als ik iets anders heb. Dus ik ga even iets uitkiezen wat warmer is. Wow, mijn camera stond net op echt super geel licht. Maar ik heb dus nu een trui aan, wat langere trui. Met sportlegging, dan heb ik een shirt. Lekkere schoenen. Dit is sport. Nee, dit is niet sport outfit. Dit is vliegtuig outfit. Oké, ik ga even snel mascara opdoen. En dan de laatste spulletjes inpakken. En ik heb deze 2 grote koffers met spullen. Nou jongens, mijn koffers staan klaar. Lekker veel gepakt. En dan zijn we helemaal klaar om te gaan, joh. Oh my god, zo spannend. Ik heb alles. Ik heb mijn lekker jas aan. Al mijn spullen gaan nu rijden. Nou jongens. Ja. Toen liep het toch even iets anders dan we dat hadden gehoopt. Het is nu 12:30. We hebben nogal een ochtend erop zitten. We kwamen namelijk bij incheck Bali. Zeg maar, koffers inchecken. En we hadden al gewoon alles. Behalve dus een PLF document. En ja, toen konden we dus niet op vakantie, want dat document had je per se nodig. Ja, ik heb op Instagram, op Manon Tilsa de Insta, dus gezien dat zij dit probleem ook had. En dat het vet vaag zat aangegeven, terwijl dit eigenlijk hartstikke belangrijk is. Het is echt gewoon net zo belangrijk als een PCR-test. En het staat gewoon overigens dat je een PCR-test nodig hebt, maar dit staat gewoon echt bijna nergens. Dus ja, dat was heel zuur. Mensen achter ons in de rij hadden het ook. Dus ja, nou ja, in ieder geval, we konden dus niet mee. Nou echt, ik zakte door de grond. Ik dacht echt, wat is dit? En ja, toen moesten we naar huis. En het vervelende aan het formulier is dus ook dat je het uiteraard 24 uur van tevoren ingevuld moet hebben. Want je moet een soort aanvragen en er moet een paar uur over 24 uur overheen gaan. Of weet ik veel. Dus ja, we konden dat ook niet daar invullen of zo. Dus ja, we konden ook niet vanavond vliegen. Want dat moest je 24 uur voordat je ging vliegen dus aanvragen. Nou, we hebben dus gebeld met Corendon en weet ik het allemaal. En ja, we moeten gewoon alles zelf betalen omdat het gewoon eigen fout is. Dus ja, eerst zouden we 10 dagen op vakantie gaan. Nu gaan we 8 dagen, want we gaan nu dus morgen. Morgen om 3 uur vliegen we. Dat is wel even zuur. Was wel echt even een tegenvaller. Want ja, je bent natuurlijk super teleurgesteld. Je kijkt er natuurlijk zo naar uit. En zoveel stress. En je bent daar. En
weet ik het allemaal. Dus ja, dat is gewoon niet echt een leuk begin van de vakantie. Maar goed, ja, we moesten dus ook weer opnieuw PCR-test doen. Gelukkig konden we snel terug bij spoedtest.nl. En ja, we moesten dus een nieuwe vlucht boeken. Dus ja, dat moest je ook zelf betalen. Dus we waren €200 extra kwijt. Echt waardeloos. Gewoon, ja. Ik heb niet veel over te zeggen. Het is gewoon echt een vervelende situatie. En ja, het is gewoon, ja, dat hangt er wel gewoon even in. Dus we zijn nu weer onderweg naar de PCR-test. En we hebben het formulier ingevuld. We hebben dus nieuwe vliegtickets. En ja, dus als jij van plan bent om naar Griekenland te gaan, alsjeblieft neem dat document mee. Want ik kan je vertellen, het is echt geen pretje. Nou jongens, we zijn na de test even doorgereden naar de McDonald's. Yay! Wat heb jij? Stan heeft een McNugget menu. Ik heb een spicy McNugget. My favorite. En ik heb een McChicken. Oh, heerlijk. En lekker frietjes. Hier had dit had ik echt nodig. Nou, ja, deze ook. Nee. Wat een zielig frietje. Ik word de hele dag door genaaid overal. Nee. Dat is klote. Wat heet hier, ja. Gewoon even chillen. Deze dag duurt zo lang. Ja, ja. Omdat we al sinds 4 uur wakker zijn. Het is nu 1 uur. 4:15 stond hij wakker toch? Ja, dat is gewoon waardeloos. Ik vind hem morgen wel goed uitslapen. Ja. Dat is wel chill. Anders was je vandaag ook echt dood. Oké, wil je een spicy nugget proeven? Doe maar. Ik vind het echt lekker. Maar jij houdt niet heel erg van pittig. Dat ga je sowieso niet met die frietsaus doen. Nou, waarom? Het frietsaus is lekkers. Zo. Lekker, hè? Maar die hebben ze dus niet altijd. Helaas. De beker van je moeder. De? Beker van je moeder. Oh, die roze. Ja. Ik zit dus te twijfelen hoe ik dit met die vlogs ga doen. Want ik wilde elke 2 dagen gaan vloggen. Ja. Maar vanmiddag op een pack weer mee doen. Nee, want ik heb het al ingepakt. Dus? Ja, ik kan wel even laten zien wat ik allemaal heb. Het is 1 uur. Ik ben helemaal klaar met deze dag. Echt niet normaal. Maar jongens, ik ga even lekker eten. En ik zie jullie wel weer. Nou jongens, vandaag is de dag dat we wel echt gaan. Dit is trouwens nog mijn koffer. Ik heb hier eigenlijk gewoon al mijn kleding in. Ik kan het wel als mensen kind zijn even laten zien. Hier allemaal haarspullen, make-up spullen, tasjes, toiletspullen. En in die tas heb ik allemaal schoenen zitten. Dus dat is een beetje mijn koffer. Ik kom dus nu net uit de douche. Ik zie er niet uit. En ik ga even me opmaken tot ik nodig heb mijn bagage. En dan gaan we rond 11 uur alweer rijden. Oké, nou we zitten nu al een tijd in de auto. We zijn bijna bij Eindhoven Airport. Want we vliegen dus nu vanaf Eindhoven. Ik hoop echt dat alles nu goed gaat. Ik ben echt helemaal zenuwachtig. Oh, dan zijn we er echt bijna. Nou, we zijn lekker op tijd en hebben we geen stress. En dan is het echt zover. Nou, alsnog stress, maar in ieder geval, ik heb er wel echt heel veel zin in. Dus ik kan me niet voorstellen dat we er nou echt heen gaan. Nou jongens, we zijn er hoor. Oh jongens, als het maar goed gaat. Ik ben zo zenuwachtig. Oh my god, jongens, ik tril helemaal. Het is gelukt, we zijn ingecheckt. Het is helemaal goed. We zitten alleen niet echt naast elkaar, er zit zeg maar een gangpad tussen. Maar ja, misschien kunnen we nog wel ruilen of zo. We zien het wel even. We gaan nu naar de douane en dan even wat eten halen. Zo. Nou jongens, we zijn door de douane heen. Wat een stress gehad, echt. Oh my god. Hoe laat moet het ook weer bij de gate zijn?
alle drie zijn gedownload. Oh. Hoe laat moet het ongeveer bij de gate zijn? Over een uur of zo? Een uur half, bij de... volgens mij kan je boarden en 4 voor sluiting. Nou, we hebben lekker een broodje met salm en ik heb een drankje. Dus ga ik lekker opeten en dan gaan we zo vliegen. Nou jongens, we zitten in het vliegtuig. Het is allemaal gelukt. Ik ben zo blij. Het is, ja, we vliegen echt letterlijk over 5 minuten. Dus gaat allemaal tof. En ja, we komen rond 7 uur aan in Sakintos. Dus ik ben echt benieuwd naar de kamer, ook naar het hotel. Oeh, zo spannend. Oké, jongens, we zitten nu al een tijdje in het vliegveld. Het vliegveld, het vliegtuig. En we zitten de hele tijd Love Island te kijken. Echt zo leuk. Ik heb lekker een tomatenkuppensoepje. Dus dan hebben we een blik bier. En we hebben lekker Pringles. Dus we gaan even lekker verder kijken op Love Island. Oh my god, jongens, we zijn aangekomen in het hotel. We hebben echt een super mooie kamer. We hebben lekker zicht op de zee. Echt zo chill. Het is een beetje bewolkt nu. Maar het is ook al, ja, over een uur gaat de zon hier al onder. Dus ja, dit is zeg maar het hele hotel. Hier heb je een zwembad, daar heb je ook nog een zwembad. Zit je lekker aan het strand. Hier een leuk tafeltje. Het is hier echt, het is 36 graden of zo. Het is echt niet normaal. Ja, dit is het bed gewoon. Hier hebben we een tv en een, ja, soort meubel. Een grote kast. En waarom is het licht er niet? Oh, hier. Hier hebben we de badkamer. Al lekker grote spiegel weer op te maken. Ik weet alleen niet waar het licht is. Waarom is het licht het niet? Oh, wacht. Lekker grote spiegel weer op te maken. Lekkere douche. Nou, het ziet er allemaal echt super netjes uit. Echt heerlijk. Helemaal top. Nou, we gaan ons snel omkleden. Oh, hier hebben we ook nog een lekker grote outfit spiegel. Ja, het is echt zo chill, jongens. Het is echt zo genieten, dit. Oh my god. Ik vind het echt helemaal leuk. En daar is dus ons ontbijt. Daar beneden. Oh, chill. Echt super chill. Zo leuk. Oké, we hebben net een beetje de koffers uitgepakt en zo. Het is hier gewoon al bijna donker, want hier gaat om 9 uur de zon onder. Het is nu 8:30. Maar ja, we hebben dus alles even een beetje ingericht. We hebben hier allemaal bikinis in. hier wat spulletjes. Hier heb ik mijn tasjes. We hebben ook een koelkastje. En dan hebben we de hele, ja, ding vol met kleding. Oh, dit is mijn outfitje. Outfitje voor nu. We gaan sowieso even heel veel cash pinnen, want waarschijnlijk is hier alles met cash. En ja, wat gaan we nog meer doen? We gaan even wat eten. We hebben ook echt best wel honger. Maar dit is mijn outfit. Top van Chiquel. Broekje van Naked. Tasje van Shein. En schoentjes ook van Naked. Super schattig. Ik werd trouwens herkend op het vliegveld. Echt fucking grappig. Hier wat jassen. Maar dat gaan we toch niet aandoen. Badkamer ook al lekker een beetje ingericht. Lekker veel spiegels. Heerlijk. Het is echt zo heet. Het is 36 graden. Ik zweet me helemaal kapot. Maar goed, het ziet er allemaal echt super lekker en nieuw uit. Wij zitten dus in het Locanda Hotel. Ik krijg echt super veel vragen waar we zitten. Maar we zitten dus in het Locanda Hotel. En Stanley is nu even een extra pas aan het aanvragen. Want je kan maar met 1 pas. Natuurlijk moet je natuurlijk voor de airco aanzetten. Dus we willen graag 2 passen. Zodat je ja, de airco aan kan zetten als je weg bent. Want je moet natuurlijk wel de pas meenemen. Dus nou, we gaan nu even lekker eventje opzoeken. En lekker eten. En even chill vanavond. Helemaal leuk. Nou jongens, we zitten lekker ergens. We hebben lumpia's, feta pie en cheese poppers. Nou, heerlijk. Lekker genieten. Jongens, we zitten hier echt zo gezellig. Echt top. Hier heb je allemaal die leuke lampjes aan het plafond. En ik heb nu lekker lam. En Stan heeft een halve kip. Heerlijk genieten. Het is echt zo warm ook nog. Oh, dat weet ik niet. Nou jongens, we hebben net echt bij zo'n leuk restaurant gegeten. Echt, het personeel was zo aardig. Ze hebben echt allemaal leuke hotspots gegeven waar we heen moeten gaan. En echt van die afgelegen mooie beaches en zo. Echt super leuk. We zijn nu even gaan verkennen hier bij ons hotel waar het is. Hier kan je dus zitten en ontbijten. En ja, we zitten hier dus aan de zee. Echt mooi. En daar is dus Sakintos stad. Echt, oh, het was echt zo lekker. En zo gezellig daar en leuk.
Maar we gaan nu even lekker naar de kamer toe en even chillen, want vandaag is best wel soort, als je de hele dag aan het reizen bent, word ik echt soort moe van. Dus morgen gewoon vroeg opstaan, ga ik ontbijten, een auto huren en zo. En dus ja, was helemaal leuk, hè? Mm-hmm. Lekker gegeten. Heel leuk. Was echt lekker. Eerlijk? Ja, is heel leuk. Wil je te vloggen, hè? Ja, Stan die wil nooit op de vlog. Maar ik hou van jou. Ik hou van jou. Oké, we zijn weer in het hotel. Ik heb trouwens echt een fucking grappig verhaal. Want we wilden dus even cash gaan pinnen. Want we merkten dat hier echt bijna niks te betalen is met de pin. Dus wil je naar Sikintos of gewoon naar Grieks Eiland? Ik zou echt aanraden om veel cash mee te nemen. Wilden we gaan pinnen bij een automaat. Wilden we eerst 200 allebei. Nou, kon niet. Dat zegt automaat, ja, we hebben geen 200 euro. Dus dacht ik, nou, doen we 100. Was er ook niet. Doen we 50. Was er ook niet. Konden gewoon geen geld pinnen. Dus dacht echt van shit. En we hadden echt maar iets van 170 euro cash mee. We dachten, hier gaan we het niet mee redden. Ik ben trouwens net gestoken hier. Kijk, hier heb ik een... me gebeld. Ik wist helemaal niet dat ze hier mee hadden. Maar wij gingen helemaal stuk. We gingen elk getal invullen en ze hadden gewoon geen geld bij de pinautomaat. Dus nou, toen gingen we gewoon een beetje restaurantjes kijken en zo. En toen zijn we dus bij een ander automaat gekomen en zijn we allebei lekker geld gepind. Even later komen we ook een vrouw tegen en die ziet ons helemaal versieren. Oh my god, you're beautiful, allemaal rozen in ons gezicht douwen en geven. Yeah, it's free, dus wij willen echt zo weglopen van, wat is dit? Zegt ze, ja, do you have money for my baby? I have a baby in my belly and we need food en bla bla. Dus wij zaten echt zo, oh, we don't have, like, cash. Dat waren echt alleen maar briefjes van 50. Oh, I've changed. En toen dacht ik echt, ja, deze nep. Geen moeder die op straat loopt met een bos rozen. Die mensen een beetje zit in te palmen. Ik dacht echt, dit is zo apart verhaal. En zij zat echt van, oh no, sorry. No, thank you. Awkward. En toen zaten we dus te eten. En toen kwam ze weer langs. En toen dacht ik zo, oh, oeps, bij jullie heb ik het al geprobeerd. Ze had gewoon een beetje geld te kapen of zo, weet je niet. In ieder geval, we hebben dus van iemand die daar werkt echt zo'n leuke hotspot gekregen voor beaches. Eerst in het zuiden, Daphne Beach en St. Nicholas. Hij zegt, het is echt paradise. Hij zegt, het is zo mooi daar. Dan in het noorden heb je Xigia Beach. En dat schijnt ook heel mooi te zijn. In het westen heb je Porto Limnoja. Volgens mij die beach in het noorden was dus een soort spa. Hij zegt, het stinkt daar niet normaal. Maar dan moet je een soort in een bad gaan met modder. En dat is gewoon helemaal een cleanse, een soort spa. Dat moet je echt doen. Dus dat willen we wel gaan doen. Morgen gaan we dus even auto huren. Ja, morgen is auto huren. We willen even kijken. We willen sowieso gaan snorkelen met schildpadden. We willen een boottour gaan doen. Dus we willen allemaal dingen gaan doen. Helemaal leuk. Dus ja, ik heb echt zoveel zin in alles. Echt niet normaal. Ik zit even te denken, want ik zou eigenlijk dus deze twee dagen gaan vloggen als één vlog. Maar ik weet niet hoe lang deze vlog duurt. Maar ja, ik denk dat ik hierbij gewoon denk de vlog afsluiten. Want ik wil het gewoon om de twee dagen doen dat ik twee Sikintos vlogs heb. Dus deze vlog was niet helemaal Sikintos vlog. Beetje voorbereidingen, een beetje pech. Maar ja, ik hoop dat jullie de vlog alsnog leuk vonden. Dus heb je zin in allemaal wat we gaan doen. Ik zal natuurlijk alles met jullie delen. Jezus, ik ben hier echt helemaal lekker gestoken. Ik zit me helemaal kapot te jeuken. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Ik zeg, ik zie jullie snel weer. Ik zie jullie morgen gewoon alweer met een nieuwe Sikintos vlog. Ik ga namelijk van maandag tot vrijdag elke dag een nieuwe Sikintos vlog plaatsen. Dus be ready.